Goedenavond, dames en heren, en van harte welkom op deze zondag 13 december. Het is tijd voor de finale van de Darts Actueel Winter Masters. 16 spelers begonnen aan dit toernooi. Beneluxe toppers zonder toolkaart. Sommigen die hebben al bijna een toolkaart. En een van die toolkaarthouders gaan we zien in de finale, Benny van Peer. Hij gaat spelen tegen Kevin Doets. Welkom bij de finale van de Darts Actueel Winter Masters. En goedenavond, dames en heren, en welkom bij de finale van de Darts Actueel Winterseries. We begonnen het begin van de week, afgelopen dinsdag dus, met 16 namen. Kevin Doets bijvoorbeeld, die nu wel in de finale staat. Jimi Hendrix, Moreno Blom, Richard Veenstra, Owen Roelofs, Arjen Konteman, Patrick van der Booghart en Jitse van der Hals. Dat is het bovenste kwart. Daaruit is Kevin Doets als finalist uitgekomen. En uit het onderste kwart, Hein Ulderix, Daan Bastiaanse, Brian Raman, Jurriën van der Velde, Barry van Peer, Vincent Kamphuis, Danny van Trijp en Levi Vrouwenvelder. En daaruit is Barry van Peer ontstaan. En dat levert de volgende finale op. Dat is Kevin Doets tegen Barry van Peer. Ja, en beide mannen, ja, elkaar al een paar keer getroffen dit jaar door de Development Tour. Dus het quarantaine league natuurlijk. Ja, en nu natuurlijk in de finale van de Darts Actueel Winterseries. We hebben beide mannen voor de finale even gesproken. Kijk en luister naar de interviews met Barry van Peer en Kevin Doets. Kevin Doets, in je tweede online finale van het jaar bij ons dan. Ja, hoe kijk je er eigenlijk op terug tot nu toe op dit toernooi? Op dit toernooi? Eigenlijk niet. Het ging niet zo makkelijk als vorig toernooi, vind ik. Ik heb echt goede tegenstanders gehad. Ik moest echt laten zien wat ik kan. Ik moest finishes gooien, ik moest triples gooien. Ik moest gewoon echt gefocust zijn om de wedstrijd te winnen die ik heb gewonnen. Wat jij zegt klopt wel een beetje. In het quarantaine ging het toch wat makkelijker, wat soepeler. Het was hier veel meer werken voor jou. Dan kom je tegen Veenstra, kom je bijvoorbeeld dan goed weg, omdat hij zijn dubbels dan mist. Maar het had ook wel eens anders kunnen vallen. Ja, inderdaad. Tegen Veenstra, zoals je al zei. Hij mist dubbels en ik gooi alles uit die wedstrijd. En dat, daardoor won ik. Maar bijvoorbeeld tegen Jimi Hendrix in de eerste ronde kwam ik ook goed weg, omdat hij zijn dubbels miste. En tegen Jitsen was het wel 50-50, denk ik. Ik mis dubbels, hij mis dubbels. Maar die pakte ik dan wel omdat ik dan gewoon denk ik, iets beter was. Ja, als je het zo opnoemt, heb je eigenlijk geen makkelijke route gehad bij de finale. Want in Jimi Hendrix had je in het eerdere toernooi ook al wat moeite mee. Toen miste Hendrix ook wat dubbels. Nou, dan kom je daarna tegen Veenstra, oud-winnaar van de Dutch Open. Daarna kom je tegen een Challenge Tour winnaar, Jitsen van der Wal. Maar speel dan die ervaring die je dit jaar hebt opgedaan, want je hebt in principe een goed jaar gehad met de corona, even goed nog. Speelt die ervaring dan toch nog een grote rol? Ja, dat weet ik niet. Ik denk meer dat de ervaring van het online dart zelf wat een grote rol speelt. En ik heb gewoon veel vertrouwen in mezelf gekregen dit jaar. Ook vorig jaar was het gewoon een beetje op aan het bouwen. Maar ik ken ze ook allemaal goed. En ik wil gewoon echt, voornamelijk van de mensen die ik het beste ken, wil ik gewoon het meest van winnen. Want anders kom je ze tegen in het echt en dan zeggen ze van, ah, ik heb van je gewonnen. Maar nou kan ik het zeggen. Ja, en kan Barry van Peer dat vanavond gaan zeggen? Ja, ik hoop het niet. Ik hoop niet dat hij dat kan zeggen tegen mij. Nou goed, jullie hebben wat vergelijkbaar. Jullie moesten allebei heel erg werken. Komen aldoor eigenlijk steeds goed weg. Iets wat we in andere wedstrijden niet hebben gezien. Maar jullie zijn aldoor wel degene die het balans uittrekken. Denken jullie dat jij in dit geval wat in deze finale wel omhoog kan trekken het niveau? Ik denk wel dat ik vanavond mijn beste wedstrijd had gegooid. Barry is echt een goede vriend van mij. Maar de laatste keer dat wij tegen elkaar hebben gespeeld was op de Development Tour. En toen won hij van mij. Dat is ook gewoon een goede wedstrijd. Maar ik ben wel gebrand om echt gewoon goed spel neer te zetten vanavond en te winnen. Ja goed, Barry heeft niet zijn best gespeeld tot nu toe laten zien in de Darts Actueel Winter Masters. Jij ook niet helemaal, zat er wel een paar goede lekkers bij. Ik herinner me die tops die echt, dat straalde echt wel vertrouwen uit. Ja, dat klopt. Ik denk toch wel dat jij lichte favoriet bent dan. Met al een titel op zak natuurlijk. Ja, misschien ben ik wel lichte favoriet, maar ik denk dat het wel uit te maken in deze wedstrijd. We kennen elkaar allebei goed. Ik denk dat we allebei echt aan elkaar gewaagd zijn. Ik denk dat het gewoon een 50-50 wedstrijd wordt. Maar ik verwacht wel dat ik gewoon kans krijg om te winnen. Goed, we gaan het zien. Kevin Doets zometeen in de finale tegen Barry van Peer. Ja, en die Kevin Doets die gaat het opnemen tegen Barry van Peer. En daar heb ik nou live contact mee. Ja, Barry van Peer, de finale. Het toernooi waar je eigenlijk steeds goed wegkwam. Wat hetzelfde geldt voor Kevin Doets. Ja, je staat wel weer in de finale. Ja, gelukkig wel. Met de quarantaine league had ik toen de halve finale verloren van Kevin. En nu sta ik in die finale tegen Kevin. Dus aan de ene kant is het heel mooi. En
We hebben allebei hebben wel momenten gehad waar we echt heel goed wegkwamen. Dus ja, het kan ook anders zijn gegaan. Zullen we dat zeggen? Ah, goed, dat is ook wat ik zeg. Want je hebt in de eerste ronde heb je Kampenhuis. Die start enorm goed. Jij, dat is ook meteen jouw beste wedstrijd geweest met 94-1 gemiddeld. En daarna werd het wat minder. Dubbels bleven in principe heel goed. Maar scoren, nou, ik wil niet zeggen dat het dramatisch was, maar we kennen van jou echt wel heel veel beter. Ja, ik zak steeds verder af, hè. Vandaag scoren we een wedstrijd van 70 gemiddeld dan. Nee, maar ik weet niet wat het is, maar mijn scoreniveau is gewoon niet... Het is gewoon niet super geweest na de eerste wedstrijd. Ik gooide wel een paar legs ertussen dat ik denk van oké, nu sta ik echt lekker goed scoren te gooien. Alleen dan wil het net niet, weet je wel. Want dan krijg je weer een paar echt hele goede legs tegen. En dan, ja, weet je, dan moet je zoeken. En dan uiteindelijk vind je wel een paar triples hier en daar. Maar het is nu niet super of zo. En dan moet het vanavond wel echt stukken beter. Dus. Ja, hoe ga je dat dan aanpakken vanavond, dat het stukje beter moet? Beter mikken. Nee, ik heb heel veel scores gehad waar ik echt best wel strak tegen de draad gooide. En dan 43 of zo gooien. En, of 45 of 56, weet je wel. En ik denk als daar gewoon even een 85 of een 100 bij kan zetten, dan maakt dat heel groot verschil. Alleen als mijn eerste pijl maar goed zit, dan helpt het enorm natuurlijk. Nou ja, zorg maar ervoor dat die eerste spel lekker zit. Dat is het belangrijkste. Ja goed, je staat wel in de finale, wat je vorige keer niet had. Je hebt de eerste keer halve finale tegen Kevin dus verloren. Jullie hebben elkaar op de development toen nog een keer getroffen. Toen won jij. Kevin was erop gebrand om revanche te halen. Ja, ik ook. Ga je daar een stokje voor steken? Ja, ik ook revanche hebben, maar dan van de keer daarvoor. Ja, weet je, het is, op zich zijn het altijd wel mooie wedstrijden tussen ons. Ik kan me eigenlijk... Ja, misschien een jaar of 6 geleden of zo hebben wij een wedstrijd gespeeld op podium dan bij de Zuid-Duitse Masters. Wat een stuk, ja, toen waren we nog echt jong, weet je wel. Andere stijlen qua gooien, nu niet het vertrouwen wat er nu in zit. Dat was een beetje een slechte wedstrijd. Alleen tegenwoordig spelen we echt alleen maar echt super wedstrijden in elkaar. Ik hoop vandaag ook, Erik Zillik. Goed, dat belooft wat voor vanavond. We gaan hem volgende week in de finale zien. Dames en heren, Benny van Peer. Ja, beide mannen vrij duidelijk in hun interviews. Alle twee wel uit op revanche, maar toen lijkt toch degene die het zelfzekerst is. Benieuwd wat dit gaat brengen in de finale. Het commentaar ligt in het eerste deel in handen van Mike Hoijveld en Pim Hubbets. Succes. Ja. Een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij de finale van de Darts Actueel Winterseries. Waar Kevin Doets nu gaat beginnen met boelen. Bullseye. Bonsai. Gaat Benny het weer opnieuw proberen? Niveau meteen hoog. 25. Kijken wat Doets gaat doen. Bonsai. Mag Kevin beginnen aan deze finale? Stoer. Dat is Benny. Tja, goedenavond inderdaad bij de finale van de Darts Actueel Winter Masters. En niet de Winterseries. En we hebben Kevin Doets tegen Barry van Peer. En Doets, ja, die laat meteen een statement achter door gewoon even twee keer boels uit te gooien. Dat kan gewoon. Ja, dat zeker. Ja, Doets die zal wel bijna maar wel beter moeten hoor. Dan deze hele, dan dit hele toernooi. Maar het is nog niet heel goed geweest van beide mannen. Nou, zeker niet slecht hoor. Maar we weten dat ze beter kunnen. 7 en 5. Maar Mike, je hebt net die interviews gedaan. Wat kunnen we verwachten van beide mannen, denk je? 60. Het viel me dat beide mannen heel ontspannen zijn, terwijl er hier toch wel een titeltje op het spel staat. En ik merk toch wel dat Van Peer echt wel gebrand was om revanche te nemen van de eerdere halve finale. En dat aan de andere kant ook wel weer bij Doets, want die hadden dan weer van het development tour. Ja, precies inderdaad. Ja, wel mooi om te zien dat Kevin Doets, Barry Van Peer... Beide kwamen uit de Dutch Start Quarantaine League. Beide kennen we dus al. En leuk dat die in de finale komen. 140. Ja, Van Peer wat minder begin. Terwijl Doets hier naar 64 gaat voor de eerste leg van deze finale. Nog één pijl voor dubbel 8. 48.
Mist hem wel, maar Van Peer nog op afstand hoor. Check in 2. Ja, meteen een goed beginje van Kevin Doets, die zijn eigen lek houdt. Ik ben benieuwd wat deze finale wel gaat brengen hoor. Toets die begint dan wel redelijk. Van Peer dan ja, wel wat slechter. Ja, de grote vraag zal zijn inderdaad hoe belangrijk zo'n begin is. Hè? Van Peer die zal ook moeten inkomen. Ja, en wat is dat lange format hè? Online? Dat is ook moeilijk. We hebben het gisteren gezien bij Ulrichs met die pauze. Dat nekt hem toch wel een beetje. Nou ja, sowieso dat setformat, dat speel je eigenlijk bijna nooit. En dan ook nog online. 135. Tja, en wat een talenten hebben we hier eigenlijk in de finale. Hè? Van Peer, die is al heel lang een talent. Kevin Doets eigenlijk ook. Hè? Maar ja, wat een seizoen voor beide mannen. Van Peer die won het eerste Development Tour toernooi. En deed het daarna ongelooflijk goed op die tour. Terwijl Kevin Doets... Een Development Tour toernooi won. Het vijfde. En dan ook nog het laatste Challenge Tour toernooi. Dus het regende titels bij de gasten hier. Van Peer die nu een beetje aan het klooien is. Ook Kevin Doets alle tijd op 129. Tja, zo staat in de leg van Van Peer. Kevin Doets op 52. Maar mist, en dan gaat Van Peer toch een kans krijgen op 76. Een gelukskansje. Kan hij het ook benutten. Tops. Check hem erin. En die gooit hij uit. Meteen 1-1. Ja, en dan geeft hij Doets weer een tikkie terug. Want toen is hij hier twee dat om te breken. Dat waren misschien wel belangrijke pijlen. Ja, met name ook met die laatste pijl. Hè. Die doet extra pijn. En wat zou het weer interessant zijn om die Van Peer op tv te zien. Terwijl Van Peer hier... 125. Bijna 180 gehoord. Maar ja, je ziet hem bij die dubbel. Hij weet het is een belangrijk moment. En hij neemt de tijd. Hè. We kunnen natuurlijk nu niet zien hoe hij daar staat. Staat hij echt... te wachten in zichzelf, staat hij... Ja, dat zullen we weer op tv gaan zien. Dus daar kijk ik in ieder geval heel erg weer naar uit. Het is in ieder geval onderdeel van zijn tactiek geworden... om iedere keer een moment voor zichzelf te pakken. Ah, 43. 57. Kijk, de eerste 180er van de wedstrijd komt uit de handen van Kevin Doets. 23. Tja, Van Peer. Ook niet in deze leg te vinden. 85. Ja, Van Peer die gewoon niet kan profiteren in de legs van Doets. Check in 2. Hij gooit hem uit, Doets. Komt 2-1 voor. Ja, hij houdt nog steeds zijn eigen legs. Dus krijgt straks een kans op 2-2 als het alweer zover komt. Zover komt. Ongeveer. Zo.
Van Peek kan dan geen goed begin geven van die goede openingscall, hè? Kan Does dan meteen gaan profiteren en een tikje uitdelen? 100. Voor een 1 trippeltje is misschien net even te kort. Om 25. Ja, dat was wel een goede score voor Kevin Doets, maar ja, ondanks dat het gemiddelde dus behoorlijk uit elkaar zit, kan Van Peer deze leg gewoon oppakken en dan zet hij toch weer de druk op Doets. 137. Maar dan moet hij wel eerst gaan doen, want Doets die zet hem goed weg hier. 56 staat over voor Barry Van Peer. Het is een goede leg gegooid, behalve die 40 tussendoor. Twee voor tops. Neem weer de tijd. En gooit er meteen uit. En dan mag de stand weer 2-2. Een belangrijke leg nu meteen. Zo vroeg in de wedstrijd. Ja, en tot nu toe gooit Van Peer de dubbel wanneer hij hem echt moet gooien. Luister. En dat is toch wel belangrijker van de darten natuurlijk. En dan kan Kevin Doets nog wel zoveel beter aan het scoren zijn. Van Peer start goed. Laat meteen zien aan Doets. 140. Dat hij wel degelijk moet aanzetten. En dat doet hij dan ook met een 140er. 100. Tja, een sublieme leg voor Doets hoor. 41. Ja, slechte beurt die van Peer, die kon hij eigenlijk niet gebruiken. Hij gaat Doets 6 prijzen krijgen op 176. 100. Zet hem redelijk weg, kijk wat Van Peer dan gaat doen. Hij heeft 2 trippels nodig, want als hij echt druk wil zetten. Ja, dat lukt niet. 78. En dan kan Kevin Doets toch redelijk comfortabel naar de dubbel 8 nu. Dubbel 4. 72. Het zit er allemaal heel dicht tegenaan. Telt natuurlijk niet. 142 voor Van Peer dan. Moet uit. Voor de set. Is wel een grote opdracht hoor. Kan Van Peer dat aan? Oh jongen. Oh, zonde. 68. Ja, nu moet hij even rekenen. Lijkt James Wade wel. Dan gaan we kijken wat Doets gaat doen. Voor de set, dubbel 2. Oeh, verder onder hoor. Moeten we nou overheen kunnen komen? Dat doe ik met de tweede ook niet. Oh man, hey. Oeh, een buitenkantje van Peer hier. Dubbel 16, ja. Voor de set. Ja, we kennen Van Peer, die gaat het lekker spannend maken voor ons. Wel goed op het dubbeltje dit toernooi. Kun je dat nu ook weer bewijzen? Echt een kans, benutten die dan ook. Check and rip. Oh. Ja, dat doet hij hoor. Van Peer speelt hier de set van Kevin Doets af. En mag dan meteen gaan beginnen aan zijn eigen set. Ja, maar wat een knappe finish hoor. En opnieuw met die pijnlijke laatste pijl. Doets miste al 2 pijltjes om 2-0 te maken in de eerste set. En mist nu 3 pijlen om de set te pakken. Het is echt een verloren set voor Doets helaas. 140. Zo zie je maar, je kan... Doets die heeft 100. Over bijna de gehele set bijna... 8 punten hoger in het gemiddelde gezeten. Maar verliest hem uiteindelijk wel. 170. Ja, maar gemiddelde zeggen niks. Zeker niet bij Barry Van Peer.
100. Nou ja, als je natuurlijk kijkt naar de twee namen die we nu hebben. Ik zou misschien zeggen Kevin Doets. Die won ons laatste toernooi. Die heeft nu opnieuw zijn sterkte laten zien. Misschien dat hij de favoriet is. Terwijl Berry van Peer natuurlijk gewoon volgend jaar op de PSC Tour te vinden is. Ja, daar heeft Doets dit jaar natuurlijk ook gestaan. Ja, dat was niet heel succesvol. 99. Ja, Doets wist twee wedstrijdjes te winnen. £1000 mocht hij mee naar huis nemen. Maar met name die ervaring natuurlijk. 161 hier. Oh, wat een finish hoor, van Kevin Doets. En die had hij wel even nodig op voor het vertrouwen. Breek van Peer meteen terug. Dit kan wel eens pijn gaan doen. Ja, geniale finisher van Doets. Ik kan me herinneren tegen, in de halve finale tegen Van der Wal. Kreeg hij volgens mij wel 3 maal de kans op bullseye. Toen raakte hij hem niet, maar nu... 131. Ja, een finish die iedere darter wil gooien. En op wat een moment in de leg van Berry van Peer, zeg. 39. Tja, omdat Doets natuurlijk de eerste leg breekt, hè? Moet Van Peer zich gewoon terugvechten in deze set. Doet ze even een beetje terug in deze leg. Kan ik niet helemaal doortrekken. 58. Maar Van Peer profiteert er ook niet echt van. Nee, precies. 100. Ja, het had juist dit moment moeten zijn dat Van Peer de leg van Doets afpakte. 44. Maar daar lijkt het niet naartoe te gaan. Doe ze mis aan dubbel 8. En kijken wat Van Peer op 150. Oh, 114. Zonde. Wat had dat ook wel kunnen zijn, zeg. Dubbel 4 moet wel raken, die gaat er ook raken in de tweede pijl. Doets laat zich niet afschrikken door die kans van Van Peer. Maar dit begin van de wedstrijd... Laat in ieder geval veel mooie dingen zien. Ook met het oog op de rest van de wedstrijd natuurlijk. 58. Tja, Kevin Doets scoort geen 58. Nee, 58. Maar Berry van Peer wel 3 keer op rij. Nog geen triple geraakt deze leg. 121. En dus gaat Doets afstevenen op een dubbel. 97. In de lek van Van Peer. Toets voor de set. Gaat hij naar de pool toe? 102.
Mitch Poel. Van Peren, een hele grote kans op 170. Maar ja, 150 ging net ook al bijna uit. Nou. Ja. Ik dacht even dat de eerste pijl erin was. 25 voor Doets. De eerste is mis. Die had naar de 9 gaan moeten. Hij pakt zich goed. Op de dubbel. Oh, je mist die. Dan van Peer op 110. Of alweer een hoge finish over. Trippeltje nodig. Zal de tijd alweer gaan nemen. Ja, Doets mist nu wel veel dubbels. Terwijl van Peer hier naar 110 gaat. Kijk. Zo zit hij. 106. Oh, dat is zonde hoor. Dan doet dubbel 3. Ook geen makkelijke. Wel een belangrijke. Oh, score. Maar die flikkert naar het bord. Ja, die had er ook niet in gegaan volgens mij, maar... Van Peer dan op dubbel 2. Om niets minder te doen dan zijn eigen lek te behouden. No score. No score. Dan gaat Doets nog weer drie sets darts krijgen voor 1-1. Trek in 1. Dan zijn we zo weer terug naar de onderbreking.
Goedenavond, dames en heren. Welkom terug bij de final van de Darts Actueel Winter Masters. Waar Kevin Doets in de eerste set toch wat matchdarts miste. En dat is toch wel opvallend. Van Pin die er goed van profiteerde. Maar die er dan weer niet van profiteert in de tweede set. Benieuwd wat de rest van de wedstrijd gaat brengen. Het commentaar is in handen van Pim Huberts. Ja, dan zijn we weer bij u terug. 140. Kevin Doets, Barry van Beer, de finale van de darts actueel Winter Masters. Is dat 1-1? Van Beer won nipt de eerste set met 2-3. Doets pakte 39. Ja, overtuigend wil ik bijna zeggen met 3-0, maar daar waren wel veel pijlen op de dubbels voor nodig. 51. Gelukkig voor hem werden die ook aangeboden door Barry van Beer. Maar die 161 finish van de vorige set kan natuurlijk niet ontbreken aan deze korte samenvatting van set nummer 2. En nog verder. Ja, het is een lang format, hè? Wie het eerste vier sets haalt. Wie kan er daar het beste mee om? Ja, het voordeel is, als je een beetje online dart, dan is dat ook vaak een lang format wat Doets naar Bullseye gaat. 86. Ja, Doets die gaat er wel altijd voor die Bullseye finishes. Hij kan ze gewoon wegzetten als hij wil, maar... Ja, ik ben toch wel benieuwd of Doets dan ook zou doen als hij op het PDC-podium staat. Komt sowieso weer op de UK Open volgend jaar, terwijl hij 36 hier uitgooit voor de 1-0. Pakt gewoon zijn gelijk op. En ja, komt dus wellicht op de UK Open Barry van Peer tegen. Dat zou zomaar kunnen. Zo, Kevin Doets, heel even, ja, dan liep je met anders voorbij. 81. Ik dacht heel even dat het Kevin Doets was, die even heel snel naar de wc ging of zo, maar... 91. Dat zal je trouwens misschien op jullie scherm niet kunnen zien. Ons videoschermpje is net iets groter. 34. Kevin Doets, die trouwens nog steeds in Zweden zit. Waar is zijn vriendin? 100. Tja, zo net even een klein probleempje met de score, maar het blijft natuurlijk techniek. We hebben genoeg mannen bij darts actueel die daarvoor helpen. Oh, lekker Barry. Terwijl Barry van Beer hier even al 170 uitgooit. Ja, hè? Eindelijk. Ja. Thanks, maat. Ik ben gewoon even rustig mijn praatje aan doen. En van Beer gooit even 170 uit. Ja, zo kan het ook, dames en heren. 60. Van Peer dacht, die 161 finish van Doets de vorige set, kan ik ook. Maar dan nog even net iets beter. Mooi dat we dat ook in de finale 140. Zien. Daar is de tweede 180er van Kevin Doets. Zin eruit. Kijk in drie. Oh. Oh, nee. Ja,
Nee, Kevin Doets, die kan ook finishen hoor. 121. Een lek van 60, 140, 180 en 121 uit. Maar tot nu toe is het niets meer dan de eigen lek behouden. Maar het blijft mooi om te zien natuurlijk. 139. 170 finish van Van Peer, gevolgd dus door een 121 finish van Kevin Doets. 85. Van Peer begint goed. 121. Maar ja, hoe zal hij in de set van Kevin Doets dat breekpunt kunnen vinden van hem? 100. Lijkt nu wel af te gaan op die 2-2. 45. Ja, met name nu Doets die triple niet weet te vinden. 54. Daar had hij zo ook wat meer gewild. 103 staat er nu over. Maar krijgt daar toch echt wel de tijd voor van Kevin Doets. 6 pijlen minimaal. Finisher kan die. Dat hebben we nou al gezien. Zinnevet. Tja, het gaat misschien wat langzamer nu naar die dubbel toe. Terwijl Kevin Doets hier wat sneller naar de finish toe gaat. Zet daardoor eigenlijk onverwacht nog wel wat druk op Van Peer. Die naar dubbel 4 gaat. 48. 2 pijltjes gemist. En dan krijg Kevin Doets in één keer de kans op dubbel 16. Check in 2. Tja, dat had hij zelf niet verwacht. Stond nog mijlenver. Ik mag wel. Maar door die 180er pakt hij toch de 2-1. En de, pakt dus opnieuw. Of niet opnieuw. Pakt voor het eerst in deze wedstrijd de leiding. 6. Zo, 83. 140. Doets begint opnieuw goed hoor. 96. Is ook de betere qua gemiddeldes. 180. Terwijl hij hier zijn derde 180 gegooid van de wedstrijd. Van Peer heeft er nog geen enkele gegooid. Ja, het kijken naar gemiddeldes. Terwijl 98. Van Peer 98 gegooid. Dan staat Kevin Doets op 92 gemiddeld. En Van Peer op 87. Check in 3. En wat een mooie finish hier hoor. 81 wordt uitgegooid. Match. Via triple 12 en dubbel 13 daarna. Een finish die overal rond het bord ging, maar wel gewoon raak. 100. Tja, dat zijn de grote mannen finishen natuurlijk. Die 81 finishes. En breekt daar dus Van Peer mee. En dat maakt het dus moeilijker, nog moeilijker voor Barry Van Peer. 44.
Nee, dit is niet de lag van Kevin van Doets. Of Kevin van Doets. Kevin Doets. Of de lag van Barry van Peer. Beide mannen toch echt wat minder. Maar zoals we al eerder zeiden, het zijn die slechte legs die je ook net zo goed moet pakken. 140. Ja, toch nog wel een belangrijke 140er voor Kevin Doets. Want het is zijn leg, hij wil hem niet verliezen. Hij wil gewoon die leg, of die break van Barry van Peer verzilveren. Jongen, 70. Ja, terwijl Van Peer weer zich opmaakte voor een geniale combinatiefinish, die helaas niet lukte, gaat Doets naar tops. En die is raak binnen twee paden. En staat toch echt sterk te finishen in ieder geval deze laatste twee legs, 81 en 100 gooit hij. En daar is de eerste 180er voor Barry van Peer. 81. 180. Kijk, dat ziet er goed uit. Twee keer 180 voor hem. 141 staat klaar. Dit hebben we nog nooit eerder gezien in deze reeks van wedstrijden. 141 voor Barry van Peer. Gaat hem lukken. Hij neemt de tijd. Die zit erin. Oh, wat zonde. Die tiende pijl zit er niet in. 109. Ja, zet hem wel goed weg. Maar wat een mooie lek voor Barry van Peer. Of ja, misschien eigenlijk niet, hè. Hij gooit hem niet uit. 140. Ja. Hoeveel nine darters herinner je nog die je niet uit hebt gegooid? Bij mij zijn dat iedere leg, maar Van Peer had er graag eentje aan toegevoegd. Keurige leg voor Van Peer. Ja, 7 perfecte darts op rij. Achterwijd. Dat zie je niet heel veel darters doen. Maar het is wel in deze finale van de darts actueel. Winter Masters. 180. Opnieuw een 180, hoor. 380 is in de laatste twee legs. 96. Ja, maar Kevin Doets, ondanks die 180 van Van Peer, gooit eigenlijk onder de radar twee keer 140 en een keer 139. 42. Gooit geen tops uit, dat dan weer niet. 167. 170 werd al uitgegooid door Van Peer. Maar 167 niet. Dan 40 voor Doets. Weer moeilijkheden met de dubbel. Dubbel 5. Man, 30. Zit er niet in. Dat biedt kansen voor Barry van Peer. Om dus ook terug te komen in deze wedstrijd. Zo. Gaat niet uit. 78. Dan krijgt Doets opnieuw 2 pijlen. 3 pijlen natuurlijk. Op dubbel 5. Toch naar dubbel 2 nu. 6. Ook die zit eronder. Moeilijkheden bij de dubbel. Dat zien we vaker bij Kevin Doets. In deze wedstrijd. In ieder geval op bepaalde specifieke momenten. Dat als hij 1 setje darts of 2 pijlen niet raak gooit, dat dan meteen het volgende setje ook niet raak gaat.
Jezus, 16. Maar Kevin Doets, of Barry van Peer lukt het ook niet. Dubbel 1. Ongelooflijk. Oude score. 8 gemiste pijlen voor Doets. En die doet echt wel denken aan ja, die laatste leg van die tweede set. Check in 1, dankjewel. Waar eigenlijk hetzelfde gebeurde. Toen pakte Kevin Doets de leg en nu is het Barry van Peer. Die dus wel gewoon de break pakt. Moet erop. Ja, dat waren drie paarden die niet naar het juiste vakje gingen bij Van Peer. 96. Ja, en eigenlijk is het op een belangrijk moment die zwakke beurt. Doets, kan u het initiatief volledig overnemen? Gaan we dat ook doen met de eerste pijl die in de triple 20 gaat? 97. Maar laat toch de kansen open voor Van Peer om hier eroverheen te gaan. Maar daar zijn er liefst wel twee triples voor nodig. 99. Hij raakt er één daarvan. Ja, dit is wel voor de set, hè? 140 voor Barry van Peer. 90, dubbel 15 voor Doets, voor de set. Belangrijke pijlen. Check in 3. En die gaat wel raken. Wanneer het echt moet, gooit Kevin Doets hem erin. 3-1 voor hem. En dan gaan we even kort naar de pauze.
Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom terug bij de Darts Actueel Winter Masters. We zien juist een hele mooie 161 zagen van Kevin Doets. Maar ook weer een hele mooie 170 van Barry van Peer. En dat trekt beide mannen toch wel aan elkaar op. Maar het is toch Doets die steeds het langste eind trekt. Omdat Van Peer toch te wisselvallig is. Kevin Doets heeft nog één set nodig om te winnen in de Darts Actueel Winter Masters. We gaan terug live over naar Brabant en Zweden. Het commentaar is in handen van Pim Ubers. Ja, dan zijn we weer terug in de laatste sessie van de finale van de Darts Actueel Winter Masters. Barry van Peer tegen Kevin Doets. 1-1. Kevin Doets staat met 3-1 voor. Heeft alle kaarten in handen, want mocht deze set ook beginnen. 100. Tja, wat hebben we al... Ongeveer. Naar een mooie finale gekeken. 161 finish van Doets. 170 finish van Van Peer. 7 perfecte pijlen van Van Peer op een rij. En sowieso gewoon hoog niveau darts. Zo ook in, van Kevin Doets in deze leg opnieuw. 64. Waarvan deze beurt pas de eerste beurt is zonder triple. Maar Van Peer ook 240 is achter elkaar. Staat dus op 130. Hij heeft wel nog een triple nodig om uit te kunnen. 58. Dubbel 4. No score. Ja, die doet ze zegt het zelf al. Die zit er wel erg flink naast. In de 13. En niet eens zo... ja, niet eens dichtbij de dubbel 13. Maar gewoon echt vol in het vakje. Jij bent erin. En Van Peer die pakt hem wel op dubbel 6. Gaat uit en... Godzijdank die no score. Ja, pak de break. Oh, oké. Ik dacht dat twee pijlen is niet echt positief. Oké. Ja, Van Peer kan het ook niet geloven. Maar het was toch, toch echt zo. We hebben het allemaal al net gezien. Het kan ook gebeuren bij Kevin Doets. Keurige start weer aan deze leg van Kevin Doets. Van Peer doet trouwens ook niks verkeerd hoor. 56. Behalve in deze beurt dan, door geen triple te gooien. 95. Doets zet hem als eerst op een finish in deze leg. 94. En Van Peer met een belangrijke laatste triple daar. 170. Zou het zijn als die ook uitgaat? Hoho, oh, ja. Ja, wat een finisher van Kevin Doets. Van Peer die in de pauze al tevreden aan Kevin zei. Ja, dat 161 niet meer de hoogste finish van het toernooi was, maar 170. 83. En nu is het toch Kevin Doets. Die hem pakt 270 finishes in een wedstrijd. Tja, dat zie je toch niet vaak. Van Peer heeft het er moeilijk mee. Dat kan ik best begrijpen ook. 100. Want deze doet wel echt pijn hoor. Voor de break ook. 50. Ja, misschien wel cruciaal voor de wedstrijd. Dit kan mogelijk de laatste set worden natuurlijk. 180. En dan ook nog een 180er in de navolgende leg. 50.
95, sorry. Kevin Doets is in vorm, dames en heren. Dat kunnen we in alles zien. Back in 3. Zo ook aan deze beurt. 138 ook nog maar eens uitgooien. Alles gaat raak nu. Ja, en hoe kan het toch? Hè? Kevin Doets die meerdere malen in deze finale moeilijkheden had met simpele dubbels. Maar als er dan een dubbel klaar staat boven de 100, dan is het toch een stuk makkelijker. 140. Mits je Kevin Doets bent natuurlijk. 180. Kijk, weer een 180er. Ja, wat kan Barry van Peer hier aan doen? 100. In de lengtes van Van Peer gaat Doets hier voor het eerst naar een dubbel. 43. Dat is dan weer wat jammer. En dan krijgt Van Peer eigenlijk alsnog wel de kans. 43. Maar gooit hetzelfde als Doets. Dus staat het initiatief 138, die kan ook uit. 118. Zet hem weg op dubbel 10. Gaat zo voor de wedstrijd gooien als 133 niet uitgegooid wordt door Barry van Peer. Hij neemt de tijd. Haalt Doets misschien wel uit het ritme. Doet het natuurlijk niet expres. Dat is gewoon zijn tactiek. Maar nu Doets 3 pijlen voor de wedstrijd. Check in 2. En de tweede is raak. Kevin Doets wordt hier de winnaar van de Darts Actueel Wintermasters. En dan zijn we zo bij u terug. En hij, wat is hij blij, hè? We zijn zo bij u terug met de interviews. Komt dat zien. Thank you.
Goedenavond, dames en heren. Welkom terug naar de reclame bij de Darts Actueel Winter Masters. Als je juist Kevin Doets de winst heeft gepakt met een briljante laatste set. 170-138 en de laatste leg maakte hij toch af. Maar terwijl hij zich wel doodgooide op 68 in het begin. Dus Van Pier heeft nog één lekje mogen afsnoepen. Benieuwd wat beide mannen te zeggen hebben naar de finale. De interview is onder leiding van Wim Huberts. Ja, en dan zijn we bij de interviews aangekomen. Dan gaan we naar de helaas verliezend finalist. Barry Van Pier heeft ongelooflijk goed spel laten zien. We hebben een 170er van hem gezien. We hebben 7 perfecte pijlen van hem gezien. Barry, je had hem graag willen winnen. Hoe kijk jij terug op deze finale? Ja, hoe terugkijken? Ja, 1-0 voor. Ja, misschien een... Ja, een bedankje dat hij een paar dubbels mist. Al die andere sets, gewoon scorend gewoon een stuk minder. En als ik gewoon één keer een triple in die leg meegooi, dan win ik veel meer legs. Dat is echt, op finishen ook. Ik mis een paar finishes, weet je wel. Hij gooit 161 uit, ik mis 150 op de dubbel. Ik moet daarna op 110 gaan staan, volgens mij. Ik mis ook de dubbel, weet je wel. Dus van die finish dat ik denk van... één trippeltje in de leg mee, sta je op 50, 60, misschien 70. En dan is het een stuk makkelijker. En ik weet niet, scorend wil het gewoon op een gegeven moment niet lukken. Ik heb volgens mij de meeste 58 scores op ooit gegooid. Ja, dat is pech. Het zit ook helemaal niet verder vandaan. Luister, en de laatste set, ja, ik weet niet waar het vandaan komt, eerlijk gezegd. Want de rest van de wedstrijd was helemaal niet zo bijzonder eigenlijk. Ja, het was wel goed, maar niet dat tikkie wat echt denkt van, dit is een goede wedstrijd. Hij gooit 170 uit en 138. Ik had 170, mooi, maar die 138 had ik toch niet te verwachten. Ja, en als ik die legs daarna gewoon normaal gooi, win ik ze. Daarna was het helemaal niet zo bijzonder, weet je wel. En, jammer dan. Dan wist je de wedstrijd. Simpel. Ik kan het aan je zien. Ik zelf had het idee dat, hè, ondanks dat Kevin dus op die 3-1 voorsprong kwam, op een 2-1 en een 3-1 voorsprong in sets, de wedstrijd was nog lang niet gespeeld, Barry. Jij zet hem maar door. Inderdaad, het is die extra triple die misschien deze wedstrijd nu gekost heeft. Zonder voor jou, Barry, maar we hebben van jou genoten tussen de pauzes door. We hebben van je genoten als speler en we zien jou gewoon weer lekker terug volgend jaar op het PDC-circuit. Dankjewel, Barry. En dan gaan we naar de winnaar van de Darts Actueel Winter Masters. En kijken we eens, genieten, Kevin Doets. Na zo'n laatste set, dat moet toch wel heel erg lekker voelen, of niet? Die was wel echt lekker, man. dat was gek huis. Ja, joh, waar komt dat allemaal vandaan, joh? Ik heb echt geen flauw idee. Ik denk gewoon... Ben en ik waren gewoon een beetje aan het kloten in de pauzes en in de wedstrijd ook. En in de laatste set, alles viel gewoon wat ik wou hebben. Alles ging erin. Ja, nou zeker die prachtige 170 finish. 280 is ook nog in de set. 138. Alles ging er inderdaad. Terugkijken op de wedstrijd. Het eerste setje ging misschien wat minder. Die won Barry, pakte van jou af. Maar daarna leidde je toch wel goed in de wedstrijd. Je kent Barry goed. Denk je dat die gewoon makkelijke sfeer tussen jullie, dat ook wel een beetje toevoegt aan jouw spel? Dat je denkt van, dat je gewoon lekker rustig kan gooien bij Barry? Ja, ik denk het wel. We hebben ook wel eens, zeg maar, gewoon met Pio bellen met z'n tweeën gewoon even een partijtje gegooid. Een paar keer gedaan, niet vaak of zo. Maar dit voelt niet echt veel anders, weet je. Het is een goede vriend van me. En zoals je zei, de eerste set. Ik gooi er wel beter, denk ik. Alleen mis op dubbels. Ik weet niet of hij wat dubbels mist. Ik denk het wel, maar hij pakt hem. Maar kijk, dat gebeurt 1-0. En daarna mis ik niet heel veel meer. Niet op belangrijk moment in ieder geval. En hij wel, denk ik. Ik denk dat ik gewoon de beter was in deze wedstrijd. Ja, dat heb je laten zien. Je hebt hem met 4-1 gewonnen. Het heeft niet zoveel zin meer om te gaan terugkijken naar die gemiste dubbels die je dan wel eens op de kleine finishes gooide. De grote finishes, die gingen wel uit. 161, ik noem het nog maar eens.
121 ging ook uit. 170 en 138, ja. Mooie finale hebben wij gezien, Kevin Doets. En gefeliciteerd met opnieuw een online titel. Thanks jongens, was gezellig. Ja, eerlijke tafel bij de mannen. De verdiende winnaar, Kevin Doets. Dat brengt ons na 16 spelers op een winnaar van Kevin Doets. Die met 4-1 won van Betty van Peer. We willen iedereen bedanken die hier aan mee heeft gewerkt. Het team van Darts Actueel uiteraard. Alle spelers bedankt voor deelname. Hou het Darts Actueel YouTube kanaal in de gaten. Voor exclusieve content bij het WK. Interviews met spelers. Een podcastje die nog aan ziet te komen. Zijn benieuwd wat het gaat brengen. Het WK komt eraan. Hou Darts Actueel in de gaten. Bedankt voor het kijken deze dagen naar de Darts Actueel Winterseries. En wie weet zien we jou volgende keer terug bij een nieuwe serie op het YouTube kanaal van Darts Actueel.